Het is het gesprek van de dag in Nes aan de Amstel, de verkiezingen van de nieuwe dorpsraad. En met een opkomst van ongeveer 50% kan je toch wel stellen dat het leeft onder de inwoners. Hanny Enkelkamp zat 8 jaar in de raad en weet als geen ander hoe belangrijk de raad is voor Nes. De dorpsraad is een adviescommissie van de gemeente Amstelveen. En de dorpsraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over zaken die Nes aan de Amstel aangaan. Dus bijvoorbeeld de bouwvergunningen, de ruimtelijke ordening plannen als iets met de school is, nou ja, noem maar op. Ja, belangrijke zaken dus. De kandidaten voerden de afgelopen weken campagne, want iedereen heeft toch wel zo zijn eigen ideeën over de toekomst van Nes. Wat zijn nou uw speerpunten? Het behoud van de groene Bovenkerkenpolder, dat sowieso. En voor de rest hou ik me eigenlijk met Schiphol, met de geluidsoverlast bezig. En voor de rest het hele sociale gedoe in het dorp, wat vrij sterk is, alleen maar nog beter te maken. Ik heb zelf een klein kindje, dus dat is eigenlijk wat mijn voornaamste speerpunt zijn. Ik wil graag dat de school, dat is nu al niet meer te zien door het groen, maar dat de school blijft bestaan. Ik wil ook graag wat activiteiten voor de kinderen gaan organiseren, die dus bijvoorbeeld ook niet bij de school zitten, maar daar moet ook wat voor zijn. Allemaal goede plannen, alleen van de 9 kandidaten kunnen er uiteindelijk maar 7 in de dorpsraad komen. Keihard campagne voeren dus. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. De poster was een oude poster van mijn bruiloft. Die gebruikt wordt als de foto werd gebruikt als campagneplaatje, zeg maar. Omdat geen pasfoto in het boekje had staan. En heeft het gewerkt, denk je? Ik heb zeker al 15 stemmen tot nu toe. En de tellingen zijn nog bezig, dus het wordt een spannende avond. Ja, zeker spannend. Klokslag 7 uur ging de laatste stem de bus in en kon het tellen beginnen. Meneer Ellens, mevrouw De Lange, meneer Wesseling. Na 1,5 uur tellen werd de uitslag bekendgemaakt door burgemeester Mirjam van het Veld. De komende 4 jaar zal de dorpsraad gevormd worden door deze 7 kandidaten. Hartelijk gefeliciteerd. Een overzicht vindt u ook op onze site rtvamstelveen.nl.